Vanavond gaan we met de fractie voor de zoveelste keer de grote dikke bezuinigingsochtend doornemen. Hier staan meer dan 1000 bezuinigingsvoorstellen in. Sommige zijn wat ons betreft onbespreekbaar, maar dat weten jullie al. Zorg, armoedebeleid, welzijn, onderwijs. Zaken die Tilburgers rechtstreeks raken in het overleven van deze economische moeilijke tijden zijn wat ons betreft onbespreekbaar. Een aantal andere zaken hier in die ochtend, daar zullen we het vanavond over hebben. Hopelijk komen we morgen daarover met een gedetailleerde lijst. En die kunnen wat ons betreft onderdeel zijn van de noodzakelijke bezuinigingen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de concertzaal die toch 300 van de 365 dagen per jaar leeg staat. Bezuinigen kan ook op wegenonderhoud, op investeren in stenen. De spoorzone, mooi project moeten we doen, nu even niet. Dat soort maatregelen, daar gaan we dus vanavond over vergaderen. En daar krijgt u morgen, als het goed is, bericht over. Tot morgen.